Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik heb helaas 2 weekenden niet kunnen uploaden, omdat ik dus gewoon te weinig tijd had om een video te gaan maken. Het kriebelt dus weer echt en we moeten weer een kaper gaan vangen. De teller staat pas op 1 en er moeten nog heel veel gaan volgen natuurlijk. We zitten al over de helft van januari, dus het kan echt niet dat we nou weer zoveel gaan blijken als vorig jaar. We zijn nu bij het kanaal, wat er onbekend staat, dat het natuurlijk niet het gemakkelijkste is. Het is maximaal 1 graad overdag geweest, dus het gaat behoorlijk taai worden. Maar we geven natuurlijk niet op en we gaan gewoon door. Snel de spullen opzetten en dan zien jullie mij zo weer terug. Kijk eens aan, de hengels liggen in, dus we zijn weer klaar om een kaper te gaan vangen. Je hebt hier dus een sluisje. Ik heb er eentje aan de overkant liggen en eentje aan de eigen kant. Het is maar hopen dat er nu een vis uit gaat komen. En mocht dat niet zo zijn, dan zijn we er over een paar uurtjes gewoon weer vandoor. Zoals jullie zien zit ik in de tent en dat betekent dat de spullen alweer opstaan. De hengels die liggen alweer in. Ik heb aan mijn linkerhengel heb ik een enkele 14 mm bolly en aan mijn rechterhengel heb ik een dubbele 14 mm bolly. Het zijn allebei de testbollies, een lekker zoete vleesmeelbolly. Hij is ook nog erg kruidig en daardoor hoop ik dat we een mooie vis gaan vangen. Ik ben benieuwd, het is erg koud en het gaat vannacht dan ook weer een beetje vriezen. De afgelopen nachten heeft het ook al gevroren, dus de watertemperatuur zou weer flink gezakt zijn. Dat is wat minder. Het is op dit moment dan ook al 9 uur. Ik ben namelijk eerst even naar het kanaal gegaan, maar daar had ik toch niet zo goed gevoel. Ik dacht, daar gaat het toch niet gebeuren. Het is daar erg moeilijk op dit moment, dus we zijn maar gewoon naar een verenigingswater gegaan. Hier mag ik nachtvissen en we gaan hier dus ook de nacht doorbrengen. Inmiddels is het ietsje later op de avond, een uur of 12. En we gaan dan ook maar even lekker op de stretcher liggen, dekens erover en even lekker opwarmen. Het begint namelijk echt wel goed af te koelen. We hebben nog geen beet gehad, nog geen enkel piepje. Maar ik hoop dat het vannacht toch gaat gebeuren. We gaan morgen vroeg weer de wekker zetten en mocht het dan nog niet zijn, dan kunnen we altijd nog even van stek veranderen. Inmiddels is het alweer de volgende ochtend. Het is nog donker, want het blijft redelijk lang donker. We gaan zo eventjes de hengels opnieuw inleggen. En dan is het hopen dat hij deze ochtend nog maar af gaat lopen. Het gaat zo weer licht worden. En het heeft vannacht echt wel een beetje gevroren. Het was wel echt super koud. Daardoor heb ik ook niet heel erg veel geslapen. En ben ik alweer op tijd op. Iedere keer dat je hier komt, is het water toch wel een heel stuk gestegen. Zo komt het toch een heel stuk dichter bij de steiger. Inmiddels is het iets later op de ochtend. Ik ga nog 1 keer mijn linkerhengel opnieuw ingooien. En mijn rechterhengel, die laat ik mooi liggen waar die ligt. Dan is het maar hopen dat er in de laatste uurtjes toch nog een vis op gaat komen. Want in het begin van de middag, dan gaan we weer naar huis vertrekken. Ondertussen is het 1 uur 's middags. Het sneeuwt een heel klein beetje. Maar verder is het wel een paar graden gestegen. Alles is dus lekker ontdooid. En dat betekent dat ik in ieder geval niet meer hoef te krabben. Dat scheelt. Ga zo mijn spullen maar verder inpakken. Want het is helemaal niets. We hebben namelijk geen enkel piepje gehad in de hele nacht. Dus dat is wel echt super slecht. De volgende keer gaan we in ieder geval niet in deze hoek zitten. En hopelijk hebben we dan meer succes. Ik heb de hele dag ook nog geen enkele beweging gezien op het water. Het is maar erg dood zo. En het enige wat je ziet zijn watervogels. Verder is het water dus helemaal rustig. Ik heb de hengels dus weer ingepakt. En dat betekent dat het weer tijd is om aan te rijden naar huis. Doe een blauw duimpje omhoog als je het toch een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan.